Goedemiddag allemaal, we zijn in Leersum. En de mami is op zich oké, maar de arm niet, want ze is weer in het gips. Helaas. Het is een beetje jammer, maar ja. Echt een beetje. Doet het nog pijn? Nog steeds doet het pijn. En de thuiszorg heeft gezegd, je mag wel eens even goed vragen in het ziekenhuis, want er kon wel eens postnatale dystrofie achter zitten. Want het is niet normaal dat het nog zo'n pijn doet. En dat heeft je zusje ook gehad. En dan? Maar na een ongeluk kan je dat krijgen, nadat iets breekt. Dus maar het is niet gezegd dat ik dat heb. En doen ze dan opereren? Nee, daar kunnen ze niks aan weinig doen. Gaan doen. Oh. Dan kun je alleen maar pijnbestrijding. Maar dat zien we wel anders. Dat is nog niet zeker dat het hoeft. Dus gaan we niet wel helpen. Laten we ons geen zorgen maken voordat het echt hoeft. Precies. Het moet nog een week zitten en dan... En we hebben een mystery guest. Mystery guest? Kijk eens wie dit is. BB eet ook mee vandaag. Lekker. En speciaal voor BB heb ik een bloemkooltje. En daarbij eten we gebakken piepertjes en een biefstukje. Wat is dat dan? En bimis, dat is een soort broccoli. En we eten haricots verts. Zo. Een liefelijk bloemkooltje. Ja, lief hè? En die maak ik in zijn geheel klaar. Dat ga ik zo laten zien. En die haricots verts die rol ik in spek. Oh, fancy, fancy. Goed, lekker. En nu gaat Omi even twee zakken uitpakken. Want je gelooft het niet, maar we hebben too good to go gescoord. Nee. Dat is... Net. En nou ga jij ze uitpakken. Het is een hele verrassing wat erin zit. Ja, dat is een verrassing. Bourgondische vleessalade. Nou, dat is wel... Oh, sorry. Nee, dat gaat helemaal goed. En salade. Daar zijn we gek op. En lactosevrije yoghurt. Och mensen, het is toch niet magere kwark, pardon. En echte wat? Boomstammetjes? Gehakt staafjes. Oh. En varkens. Chauvinevlees. Filethaasjes gemarineerd. Of een kip, daar ben ik gek op. Nou, die gaan we lekker eten dan. Oh, hamburger. Zo, wat een vlees zit erin, joh. Man. Niet normaal. El, zit dat in één tas? Ja. Oh, niet. Cookie. Zit dit erin? Dat net al, ik dacht. Oh, die gaan we zometeen sowieso eten. Dit is cookie dough om te eten. Oh. En die wilde ik gisteren kopen, maar dacht ik, nou Sophie, doe eens normaal, dat doe je niet. Ja, ah, dit gaan we zo eten. Kijk, hier dan. Een echte fly, halve kersenfly. Oh, lekker. Sophie, let op, yoga. Yes. Allebei een potje. Lachen. En wat hebben we hier? Rookvlees. Paarden? Oei, nou, sorry, dat eet ik niet. Even wokmix. Oh, dat is lekker. Dat is echt gaaf. Ziet er goed uit. En nog zo'n lekkere zak sla. Hoppa. Goeie zet passen. Kip. Vis. Voor jou. Pangareepjes. Oh ja, lekker. En weer van die heerlijke kiphaasjes. Schouwkippenfiletjes. Eitjes. Biologisch. Hé, hey, dat moet er even bij gezegd worden. Dat je weet. Nou jongens, wat een... Maar kijk even, wat een vlees. Ja, dat is wel heel veel. Dat is echt, je ziet wel dat mensen niet meer zoveel vlees eten. Ja, ja. Ja, maar toch zijn we er wel heel blij mee. Al is het alleen maar vanwege de taart. Want dat is ons toetje. Nou, ik ben deze hoor. Ja, nou. Jongens, we gaan even bedenken wat we allemaal gaan maken. Tot zo. Ik zou 1-1 doen, maar oké. Okay. Ja, dat zijn nee, want dan heb ik gelijk een achterstand. Ja, maar dit maar één. Kan ik die handelen? Deze maar voor. Waar ga ik heen? 2. Ik gok op de 2. Oh ja, maar er is niks aan de hand. Jawel. Nee, nee, nee. Oh nee. Ja. Zo beginnen we niet, hè? Nee, gelijk is te kort. Hè? Nee, nou, goed. Oh, dat is dit ineens heel veel nog. Oh. En zeg, hou daarmee op, ogenblikkelijk. Maar dat heeft niks meer te maken. Weet je nog, dat meisje? Tot Puppen, ja. Francine was dat, denk ik, ja, hè? Ja, precies. Francine. Ja, jullie hebben allebei hetzelfde. Dat mag wel.
even zien dezelfde. Ja, oh ja, die ruikt van de zon. Ja, dat zou echt helpen. Gaat ze dat iedere keer nou doen? Ja, dat zit er in. Ja, maar deze is wel fanatiek hoor. Ja, maar het niks ermee te maken. Kleine straat. Helpt niet. Nee, zit niet. Ja, nee, heel klein. Nee, heel klein. Dit is een kleine strappie. Ik heb de deur van 13 toch? Ja, 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 ja. Ik liep ja, voor. Ja, je mag heel veel kwijt. Nee, nee, helemaal van. Ja, 100%. 8. Ja, mag nog een keer? Ja, ik mag nog één keer, want ik zit er. Dit is wel 21. Mag je bij jullie veranderen na een weken? Of mag dat niet? Broei veranderen voor wat? Nou, dat als je de eerste bus hebt. Ja, natuurlijk. Ja, maar als je met drie bus hebt. Maar sommige mag dat niet. En dan heb ik kortsluiting. Ja, maar dit is ik vind dit al heel intens. Ik moet jou bij moeten halen, maar oké. Ja, anders kun jij je steggelen houden. Steggelen is een eerlijke jongen met jou. Hey, full house! Ik ga dan toch wel doen. Full house? Wat is dat dan? 2 en 3 dezelfde. Oh, dat is full house. Ja. En wat is op 4 dezelfde? 2, 3, 4, 5? Ja, sowieso. Dat is carré. Dit is heerlijk, ja. De aardappeltjes die staan in de oven met kijk, een bloemkool. Dat kan je ook nog omdraaien. Dat omdraaien? Ja, aan de andere kant kan je hem ook dragen. Oh, dan is hij gewoon roze. En dan is hij gewoon glad. Ja, maar nu heb je wel het labeltje, dus die moet je even wegknippen. Oh, dan moet dat maar. Ik bedoel, ik doe hem dan wel aan de andere kant, bedoel ik, hè? Ja, je wil de roze kant? Ik vind maar die stipjes wel leuk. Vind je dit wel leuk? Ja. Dan moet dat labeltje eruit. Ja, dat kan toch? Ja, dat zeker kan. Kan dat. Vind je deze leuker met die ribbels? Witte bakker. Aan de andere kant zitten die ribbels toch ook, neem ik aan. Ja, maar hier zit een stipje op. Oh. Oh. De aardappel. Nee, ik vind dit nog veel vreselijker. Nee, Omi. Nee, dat kan echt niet. Nee. Die heb ik nog nergens bij aan. Nee, weet je waarom? Past wel. Nee, hou op, dit past toch niet. Nee, maar kijk. Nee, vreselijk. Maar die heb ik van Onsize. Ja hoor, outfitje. Of wit. Wit, toch? Dit maakt op je look. Dit zie je maar weer, dit soort cadeautjes moet je niet geven. Maar wat is dit nou voor een krankzinnige om dat bont aan dat spul te doen? Ja, en die jongen heeft er heel veel geld voor gegeven. Ja, dat is mooi dom. Een bonbontje. Ja, ik vind het mooi hoor. De piepertjes staan in de oven. En het hele bloemkooltje van Beert de Bakker. En daar zit een beetje curry overheen. Deze oven is echt de schoonste oven die ik ooit heb gezien. Sorry. Niet en de piepertjes is met oregano en rozemarijn. Oké, ik praat er een beetje doorheen. Het is een bloemkool met een beetje currypoeder. Ja, en het zijn aardappeltjes met rozemarijn en nog iets. Nog meer? We hebben de haricots verts even voorgekookt en die gaan we inrollen in katerspek. En dan gaan ze ook in de oven, alleen maar even warm worden. En hier hebben we het favoriete soepje van Sophie. En dat is ook van Opie het favoriete soepje. En wat wij gaan eten vandaag, dat is het favoriete eten van Sophie en van Opie. Want die lijken een beetje op elkaar. Het gaat weer uit. Biefstukje, boontjes, tomatensoep, gebakken aardappels. Fantastisch. Fantastisch. Nu gaan we voor de tweede. De bimi in het pannetje. Met gezouten water. De biefstuk in een hete pan. Als je precies wil weten hoe ik dat doe, moet je even de andere vlog kijken. Biefstuk bakken, hoe was Sophie er ook? 3 graden. Oei. Doe je alleen maar boter in de pan? Ja. Eerst olie en dan boter. Ja. Okay. Want anders gaat de boter verbranden. En een goede klomp boter ook. Ja, dat is lekker. En een beetje Russische saus. En dan rusten in aluminiumfolie. Kijk, Opie heeft lekker fruit gehaald. Ja, lekker hè? Ja, allemaal zelf geplukt. Heel mooi. Ja, vanmorgen om 5 uur ben ik opgestaan. Om het te plukken. Naar de boom gaat, de bongert, zeggen ze hier, naar de bongert. Dat hoort echt professioneel. En maar plukken. En maar, nou, daar zie je het. Lekker hè? Heerlijk. Even in de oven kijken. Daar zijn de boontjes en de... Hoe gaat het beslaan hè? Boontjes en de spek. En daaronder de bloemkool. Piepertjes. Hier is de biefstuk, die is aan het rusten, behalve de biefstuk van Opie, want die is echt heel mega doorgebakken, zoals niemand dat wil. Nee, met de jus. Wat is er
Schattig, hè? En nu gaan we soep eten. En allemaal heel hartelijk bedankt voor het kijken. Beerte was erbij. Allemaal abonneren, jongens. Hey. En Sophie was erbij. En Hopie was wat erbij. Wat moet ik doen? Dag zeggen. Tegen de mensen. Ja, tot de volgende keer. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja.